bij Igmar. Ik ga even een beetje terug naar gisteravond, want... Ja, Joep, wij hebben hier een man in de studio die mij aardig gefuckt heeft gisteren. Het kwam voor een groot deel door jou, Joep. Maar, absoluut. Gisteren verscheen daar opeens dit fragment. Dit fragment liet Joep gisteren aan mij horen. Young Flex knuffelt met een groep dolfijnen op de Atlantische Oceaan. Wie houdt bij hoeveel prijzen ik heb gepakt dit jaar? Ik ben daar nonchalant als een pretty light skin bitch. Ik ben niet meer in de streets en hoef geen media op mijn pik meer. Kinderachtige spelletjes bij die ik maar meer. Hoop dat die boy ooit één vak leert. Verf een huis. Wat kan je nou eigenlijk echt? Van tot groepjes hier en daar. Omdat je lijkt op Young Flex. Ga je schamen of zoek een manier om een keer een prijs te pakken. Fok je naam, doe je werk en draai me vaker, motherfucker. Ja, en dat denk je natuurlijk. Dat is gewoon die Flex die mij aan dissen is hier. Ja, maar jij was ook een beetje ontdaan. Maar dat bleek niet helemaal zo te zijn. Het is namelijk rapper en acteur Bres. Komt uit de stal van Fresco. En heeft een briljante imitatie in huis van Ronnie Flex. Dat niet alleen. Bijvoorbeeld ook van Leo Klein en van Dio. Van Dinant. Van Kane zelfs. En komt daarnaast ook met zijn allereerste album Bres Park. Waarvan de eerste single Plezier deze vrijdag uitkomt. En daarom is hij hier bij ons in de studio. Mag ik een groot applaus voor Bres? Yeah! Goedenavond, Igmar. Ja, je ook nog Igmar erin zeggen. Igmar. Goedenavond, man. Ja, ik moet eerlijk zeggen, je had me heel goed. En je had niet alleen mij, want er waren ook heel veel luisteraars die ook echt niet van echt te onderscheiden dachten echt dat het Ronnie Flex was. Ja, geslaagd. Ja, zeker geslaagd. Wanneer wist jij dat jij goed was in het doen van imitaties van andere artiesten? Nou ja, het begon niet eens met artiesten. Vroeger in een vriendengroep deed ik gewoon af en toe vaders van mensen na of zo bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld één guy had een hele dominante stiefvader en die stuurde zijn... Ja, zijn zoon zeg maar dan om sigaretten te halen en dan zei hij van ga die sigaretten halen en zo. En heel veel mensen gingen er altijd stuk om, weet je wel. En dan, toen dacht ik van misschien kan ik daar wel iets mee doen gewoon qua entertainment later. Ja, het is briljant, wat ik net zei, je hebt al midden. Zullen we even een paar laten horen van Bess? Om even een klein stukje, je hebt net bijvoorbeeld Ronnie Flex gehoord, maar jij doet bijvoorbeeld ook, die ik zelf echt heel goed vind. Dio heb je ook gedaan. Dit ben jij als Dio. Ja, ik ben weer op een leveltje. Ik zit hier in de jeep. Vroeger zat ik in de ruimte. Dio was zo wiep, wiep, woep, woep, wiep, wiep, loep, soep, sweet, die straight. Ouder dan verliep, voelen als een jeep. Way off, mijn hart sluit me aan in het rijtje. Stukkeltjes die mij even heen mogen blijven. Fres, cool, ik had je ook gebruikt. Maar ik was zwart, laat mijn naam uit je mond. Voor anders maak ik je vakant. Dat is Dio. Ja. Nou, jij bent het eigenlijk. Ja. Ja, ik ben het allemaal. Maar hoe lang moet je iemand observeren voordat je hem kan imiteren? Nou ja, ik ben sowieso een observeerder van de game, weet je wel. Ik check heel veel. Ja. En op een gegeven moment kun je gewoon zien wat een soort van patroon is in zijn rijmschema's. Hoe hij zijn stem gebruikt, weet je wel. En ik ben iemand, ik vind dat vet om daarin te duiken, weet je wel. Gewoon mijn studie te doen en dan gewoon... Maar zit je dan, ga je dan alles bekijken van Dion en je denkt van dit doet hij altijd, dat doet hij altijd? Nee, het is echt, het komt er in één keer uit, denk je zo. Ja, ik onthoud ook vaak klanken en zo en dat soort dingen. Laten we even, want ik heb er nog een paar. Laten we even kijken, bijvoorbeeld ook Lil Kleine, ook een imitatie van jouw kant. Je denkt Lil Kleine is aanspreekbaar, maar je ziet ik ben aan het tellen. Ook al is er niemand aan de lijn, fans weten ik ga lekker. Ben met Jack Shirek in de studio, ik heb een dikke toeter opgerookt. Ik heb een tiener meisje op mijn schoot en ze slikt mijn schijfjes dood. Het lijkt me ook heel leuk om Lil Kleine na te mogen doen. Je boy Lil Kleine. Kan je Dio ook, zou je Dio ook kunnen nu? Ja, Dio's praatstem is heel anders, maar... Dus als je een stukje hebben van Dio, als dat lukt? Ja, ik ben weer op een leveltje, dit, woep, woep, weep, weep, weet je wel. Het is gewoon, het is iets wat hij vroeger sowieso al een beetje zo deed. Ik zit in een ruimteschip, weet je wel. En dat soort elementen kun je gewoon pakken om... Het is wel goed, maar ik kan nog eentje doen, want jij kan echt veel, hoor. Want ik heb hier ook Dinant van Kane. Dat is ook even, die kan jij ook gewoon, moet je even luisteren. I'm in love with the cocoa. I'm in love with the cocoa. Yeah, I got it for the roller. Ja, het is wel, het is knap. Dus heb je ook welke track het is, zeg maar, wat ik zing. Ja, je hebt I'm in love with the coco gedaan. Ja, en dan, ik vind het vet dat jullie deze doen, man. Ja, ik vind het voor jou een knap ding. Wat vinden die gasten er zelf eigenlijk van? Nou, Dinant heeft niet gereageerd, wat ik heel jammer vind. Ja. Ik vind hem kei goed. Maar van de sessie, van de vorige sessie, heeft ook bijna niemand gereageerd. Ik weet niet of het goed is. Moet eens even doen, man. Zijn we even benieuwd, want dat moeten ze toch tof vinden als je op die manier na wordt gedaan, bijvoorbeeld die Ronnie Flex. Zou die Ronnie Flex nu, want ik denk dat heel veel mensen dit luisteren, zou je Ronnie Flex nu kunnen?
Op welke manier zeg maar gewoon als Nog één keertje, we lachten er volledig. Nog één keertje, ja, nog één keertje. Eén keer op deze manier gewoon, jij toch Kapelle, we zijn 17 januari, je moet komen toch? Wanneer was het? Shit. Ik heb een uitverkochte Ahoy toch, dus je moet er gewoon bij zijn. Shit. Jonah Fraser is daar, iedereen man. Het is echt goed. Ja, want je kan ook bijvoorbeeld, kan je er nog meer of niet? Ja, het is je boy SR. Je ziet me rijden. Je ziet me langs rijden in een flits. In een Mitsubishi ASX. Dit is echt een talent, man. Dit is echt goed. Wat sick. Want je kan ook, want Frisco is een goede vriend van jou. Zou je die ook niet kunnen doen, of niet? Ja, zeker, man. Dat is geen probleem. Weet je, altijd als Bres gaat soundchecken, dan doet hij mij af en toe na, weet je wel. Het is gewoon. Het zit in ons systeem, man. Je weet toch. Het is leuk. Ja, mijn stem is gewoon een instrument, man. Het is echt heel knap. Ja, het is echt heel tof. Ik zou er ook zeker meer mee blijven doen als ik jou was met deze imitaties. En nou ja, dan maak je ook nog eigen muziek, want dat is verder ook nog gewoon. Sowieso. Je bent ook gewoon keihard bezig met je eigen muziek. Brass Park is een album wat van jou aankomt. Ja. Vrijdag komt de eerste single Plezier. En klopt, het is allemaal, want we mogen een heel klein stukje laten horen. Als je dan toch benieuwd bent, vrijdag komt die uit. Please do. Ja, laten we even een klein stukje doen. Als je deze man, die kan dus heel veel imitaties, maar ook zijn eigen track die er vrijdag aankomt, even een klein stukje. Sweet de plezier, waarom? Ik voel je body en vibration van hier is plezier. DJ draait door, laat me voelen als een dier. Je vindt me leuker dan iedereen hier. Dat is heel iets anders weer. Ja, is heel iets anders. Maar heel mijn album zit vol met diversiteit. Weet je? Ja. Dit is even een. Wat voor artiest is Brass? Wat voor artiest ben jij? Ik ben gewoon iemand die gewoon doet waar hij zin in heeft. Weet je wel? Ik luister sowieso heel veel muziek. Dus ja, inspiratie is gewoon al snel te pakken, weet je wel. Maar ja, het gaat echt alle kanten op, weet je wel. Zoiets als plezier kan gewoon ineens ontstaan. Als Timon en ik bijvoorbeeld geïnspireerd zijn door iets, kunnen we gewoon dezelfde avond zo'n track maken en denken van ja, dit is het, weet je wel. Ja. Aan de andere kant kan ik ook heel persoonlijk en emo zijn op zijn tijd, weet maar je wel. Het zijn niet alleen maar van die Caribische platen die op dat allemaal staan. Nee. Ja, maar deze is gewoon super vrolijk. Vrijdag komt er helemaal uit. Ja. Ik ben er heel benieuwd naar. Van nature ben ik gewoon een hiphopper, weet je. Een hiphopper. Ja. Wat album komt eraan? Want je hebt samenwerking met San Holo, Big Two, Fresco staan op. Welke samenwerking ben je het meest trots op? Dat je zegt, nou, daarmee samenwerken vind ik wel heel tof. Als ik dat zou zeggen, dan zouden anderen zich misschien. Nee, je mag het zeggen. Ja, ik vind het sowieso een eer om gewoon met mijn team samen te werken. Dus, Frisco en Timon natuurlijk. En ja, een hele goede bijkomstigheid is wel San Holo. Inderdaad. San Holo, hè? Het is een enorme baas. Die gast is een trap king gewoon. Ja. Als je kijkt... Love, man. Je weet het. Oh, je zit even de camera. Is dat de verkeerde? Nee, je had een goede camera te pakken, hoor. En uit het album, wanneer komt het album eraan? Weet je steeds wat een artiest wel weet, toch? Of niet? Eind juli. Ja, ik wil graag een beetje mysterieus doen. Eind juli ongeveer plan ik hem zoiets. Tof dat je hier bij ons in de studio bent. We willen zeker ook vaker meer van je horen. Wil je nog één imitatie horen, Joep? Ja, Ronnie, die is wel echt... Ja, kunnen we nog één keer horen? Dat is hem wel, nog één keer Ronnie. Op, jongens, ik ben geen slaaf. Oké. Ja, we zitten hier gewoon in de studio, je toch slam. We hebben het gezellig. Ik en mijn boy Kleine, we gooien nog steeds een stack op je bitch, toch? Holy shit. Ik dank jou dat je hier bij ons in de studio was, man. En ik hoop binnenkort nog veel meer van je te horen, man. Thanks, Ig. Fijne avond. Bij Igmar.